Quick Boys won zaterdag met 3-0 van Heinenoord en nam daardoor de koppositie over van Noordwijk. Spits Jordi Thijssen, die vrijdag zijn contract verlengde, en trainer Jan Soutman zeiden dan ook dat de sfeer in de kleedkamer goed was. Ja, ik ben net uitgelopen, maar ja, je weet het natuurlijk dat we goed moeten beginnen als je voor staat. Noordwijk, ik zag ze al 1-1 staan, dus even afwachten. En gelukkig spelen ze punten, dus ja, we zijn blij. Het gaat er niet om waar je na 14 wedstrijden staat, het gaat erom waar je na 26 wedstrijden staat. En natuurlijk is het prettig, want dat betekent dat je alles in eigen hand hebt. Maar aan de andere kant, er zijn nog 12 wedstrijden te gaan, dus het betekent op dit moment nog niks. Wie ik ook spreek hier, het vertrouwen is heel groot dat jullie dit niet meer uit handen geven. Nou, dat is mooi, maar uiteindelijk moeten de spelers het doen. En heb ik als trainer de taak om iedereen met de voetjes op de grond te houden en van wedstrijd tot wedstrijd te kijken. Omdat in voetbal is niks vanzelfsprekend. En we zullen gewoon elke week keihard moeten werken voor de 3 punten. Zo simpel is het. Nee, tot het eind van het seizoen staan we bovenaan. Daar ben je van overtuigd? Ja, maar dat heb ik al vanaf het begin geroepen. Wij worden kampioen en zie wel. Vanwaar dat zelfvertrouwen? Want de afgelopen jaren is het toch niet al te florissant gegaan hier? Nee, je ziet vanaf het begin alles past. Nou ja, vanaf het begin van de zwaluw af. Trainers, mensen eromheen, spelers kunnen elkaar blindelings vinden. Ik vind ons veel meer kwaliteit hebben dan Noordwijk. Dus vandaar, wij worden kampioen. Ja. Hoe blij ben je met het verlengen van Thijssen? Ja, daar zijn we uiteraard blij mee. Sowieso vind ik dat die jongens die veel spelen, ja, ik vind dat die krediet verdienen. En dat proberen we ze ook te geven. En ik vind ook dat er in een aantal spelers nog rek zit. Jordi is, spits is een belangrijke positie. Kapstok waar vandaan je kan voetballen, maakt doelpunten. Maar goed, ik ben blij met Jordi, maar ook met al die anderen die bijgetekend hebben. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg, denk ik. Klopt het dat Rijnsburgse Boys ook nog even interesse in je had? Nou ja, ik heb van alles gehoord. Ik zelf heb gezegd, ik ga eerst met de club praten. Voor de rest sluit ik me volledig af. En Quick Boys en ik kwamen er snel uit. Dus waarom zou ik weggaan? Ik zit hier prima. Ja. Maar je zegt, ik heb van alles gehoord. Hebben clubs ook contact met jou opgezocht? Persoonlijk niet, nee. Dat gaat via vaak. Maar volgens mij hebben ook Bollenstreek ploeg een regeling of iets. Dat je eerst zelf eruit moet komen. Maar ja, je weet als Ruilly vertrekt dat een spits welkom is. Een goede spits. En ja, ik score hier, dus dan weet je dat ze altijd gaan praten of navraag gaan doen. Maar ja, ik ben hier eruit, dus ik wil hier graag blijven spelen.